Welkom bij de Fit Family Challenge. Het is ondertussen al de laatste week met Maxime en Veronique. Ik ben enorm trots dat jullie voor de laatste week er nog steeds zijn. Indien je de vorige video's gemist hebt, klik dan eerst op de link om die te bekijken. Wij vliegen er alvast in. Let's go! Deze week werken we op ons bovenlichaam. Neem er alvast een gewichtje bij. Indien je geen gewichtjes hebt, is een fles water of iets anders ook zeker voldoende. Ik heb nog nooit vastgehad. We gaan deze week 2 rondjes doen. Goed werken op ons bovenlichaam. Ik hoop dat jullie wel hebben losgewerkt. Dus de eerste 30 seconden dat we gaan doen, is onze armen gestrekt en we gaan kleine rondjes proberen maken. Dat hoeft natuurlijk niet met een gewicht. Dat kan ook zeker gewoon zonder. We gaan proberen. 30 seconden, eventueel in de tweede ronde, kan je nog steeds wat verhogen. Hè? 30 secondjes. Goed onze schouders recht houden, buikspieren opspannen en evenwicht houden. En 30 seconden draaien. Dat mag naar voren of naar achter zoals jullie willen. Een kleine boging in de arm is ook zeker goed. Hoeft niet te gestrekt. Ja. En dat is echt puur voor je armspieren? En de schouder vooral. Dat is heel goed bezig hier. Ja. Nog 5 seconden. Goed afzien. Nog 3, 2, 1. Ja, los. Oh, amai zeg. Voilà. Die gewichtjes die hebben we direct nog nodig. Deze is iets minder zwaar, de volgende oefening. Ik kan dat met de 2 armen tegelijk doen of 1 voor 1. Dus front raise gaan we doen. Ook zeker zien dat de arm een beetje gevouwen is. En proberen op de hoogte van je schouder te doen. Dus de bedoeling is met 2 tegelijk. Indien dat niet lukt, kan eentje ook zeker. Probeer een lichte plooiing te hebben in de knieën, dat je niet te stijf staat. 30 secondjes. Let's go. Ik zal hem ook direct langs de zijkant voordoen. Lichte boging in de benen. Gewicht op de hielen. Dat ziet er hierachter heel goed uit. Ja, we zijn al voorbij de helft. Ik voel dat ook in mijn borst, dat kan dat? Dat kan zeker, dat werkt ook op de bovenste borstspier. Ja. Goed zo, nog 2 keer. Eentje. Laatste. Yes. Oeh. Ja. Goed, die schouders wat loswerken. En dan de volgende dat we gaan doen is naar de zijkant. Je kan dus ook, zoals ik zei, 1 voor 1 doen. Of de beide armen tegelijk. Of natuurlijk zonder gewichtje. Ik ga zelf 1 voor 1 doen. Rustig opbouwen. Subiet is er nog een tweede ronde waar we natuurlijk zwaarder kunnen gaan indien we dat wensen. 30 secondjes. Let's go. Het is goed ook hier. Buiging in de knieën. Armen ook licht gebogen. Goed zo. Lukt het hierachter nog? We gaan niet te hoog. Proberen ongeveer iets boven onze schouder of op de hoogte van de schouder. Oh, amai zeg. Dat gaat hier goed. We zijn bij de laatste herhalingen. Nog eentje aan elke zijde. Allerlaatste. Yes. Maxime is enorm hard gegaan met zijn gewichten vandaag. Een paar kilo te veel, maar goed. Ik heb een beslissing genomen, dus moet ik het... De volgende oefening die we gaan uitvoeren is een row. Dus we gaan onze knieën ook plooien, iets voorover gebogen. En we gaan zo een roeibeweging uitvoeren. We proberen ook onze core goed stabiel te houden. Een beetje poep naar achter en wat voorover gebogen. En dan zo naast onze bekken. 30 seconden. Ja. Ja, goed bezig. Goed vanuit de rug proberen trekken en met de armen goed mee te gaan. Dat we niet te veel onze bicep meetrekken. Dat ziet er goed uit. En dat is echt voor je rug. Dit. Ja. Dat lukt hier heel goed van achter. Bij jullie ook, hoop ik. Nog 2 herhalingen. Eentje. En de laatste. Yes. Voilà, hè.
dat was het even met de gewichtjes. De volgende oefeningen die we gaan doen zijn meer op de grond, maar ook voor ons bovenlichaam. De volgende is de push-up. Die kunnen we dus op verschillende manieren doen. Dus met de voeten op de grond en de handen zeker onder de schouders. Of op onze knieën en dan ook goed met de ellebogen naar buiten. Indien dit nog te zwaar is, kan je de knieën iets meer naar binnen trekken. En gewoon ons bovenlichaam alleen naar beneden brengen. Goed, belangrijk, buikspieren ook opspannen. Niet te diep doorzakken en bekken naar voren duwen. Oké, 30 seconden push-up. En indien ook weer goed, handen iets buiten de schouderbreedte. Niet te dicht. Ja, goed rechte lijn proberen behouden. Maxime gaat ervoor. Er komt speed nog een tweede ronde. En je ziet hoe goed hij dat nog kan werken. Kom aan, we zijn er bijna. Nog 3 keer. 3 keer, ja. 2. En de laatste. Goed zo. Voilà. De volgende, we blijven gewoon op ons matje zitten, is de plank tap shoulder. Lukt het nog voor de schouders? Ja? Ja. Dus dat betekent in de plankpositie en ook de arm recht onder de schouder proberen houden. En we gaan zo gekruist onze schouder proberen tikken. Probeer het zo gecontroleerd mogelijk. Indien dat toch te moeilijk is, doe het dan zeker op je knieën. Ja. En je kan je knieën zo ver mogelijk zetten of zo dicht mogelijk. Indien ze wat dichter staan, is het iets makkelijker. Oké, 30 seconden. Zijn we er allemaal klaar voor? Yes. Oké, let's go. Goed bezig. Ik voel hem al goed branden. Goed in- en uitademen ook. Hierachter zijn goed aan het werk. We gaan dat nog 5 keer doen. 5, 4, 3, 2 en de allerlaatste. 1. Kom maar. Dan duurt het 30 seconden lang, hè? Yep. Eventjes rust op adem komen. De laatste is ook een variant voor de plank. Dit is dus de plankpositie en dan gaan we steeds zakken en terug op onze handen en naar onze ellebogen. Die kan je dus ook steeds op je knieën uitvoeren indien dat te zwaar is. En probeer goed buikspieren op te spannen en zo gecontroleerd mogelijk. Dit is de laatste van deze ronde. Dan nemen we iets meer tijd om te drinken. 30 secondjes. Ready? Yes. Probeer ook niet te ver naar voren te gaan met je schouders. Dat je dus steeds recht onder je bovenlichaam blijft. Die hierachter zijn precies goed aan het werken. Ja. Deze voel ik enorm hard in mijn schouders. Hoeveel nog? Nog eentje. Oh. Ja. Terug naar boven. Yes. Dat was onze eerste ronde. Zeker voldoende drinken tussendoor. Even de schouders loswerken. Amai. We willen komende dagen nog goed genoeg in de keuken kunnen werken, hè? Gaat de tweede ronde lukken? Yes. Tweede ronde. Hier gaan we terug beginnen met onze gewichtjes naast onze schouders te houden en te draaien voor 30 seconden. Even goed voelen branden in onze schouders. Gaat het bij jullie allemaal lukken? Ja, 30 seconden. En niet meer. Het is niks om even tussendoor rust te pakken. Oh. Ik hoop dat jullie thuis ook zo afzien. Of met Maxime aan het leggen zijn.
Oh my god, ik ga dat wel. En dan eventjes wisselen van kant indien dat nog gaat. Nog 5 seconden. De laatste. En yes. Hoi. Oh. Bye. Amai. Schiffen binnen. Goh. Het is onze laatste ronde. Maxime, laat eens zien wat je nu maar hebt. We gaan verder met onze volgende oefening. De front race. Misschien gewoon best 1 voor 1 om te beurten. Je armen naar voren doen. Dat is minstens even zwaar. Oké. Okay. 30 seconden. Even alles eruit werken. Goed zien. Ja, dat ziet er hier goed uit. Fantastisch. Lukt het nog? Yes. We doen het voor de mensen thuis. Oké, nog 4. 2 keer aan de kant. Ja, de laatste. Yes. Dat voelt al veel beter om dat 1 voor 1 te doen. Hè? Ja, echt wel. Oké, easy. Dan de laatste voor de schouder gaan we afronden met dus de side race. Probeer hier zeker niet te hoog te gaan. Of hier, probeer zo hoog als je zelf kan. Dat hoeft niet te hoog. Ik ga hem nog eens langs de zijkant voordoen. Nog even 30 seconden. Ready? Ja. Goed zo. Ik kan goed stabiel staan. Dat ziet er hier heel goed uit van achter. Probeer bij u thuis niks om weg te stoten. Maxime is alles aan het geven. Oké, zie je, kan gewoon ook 1 voor 1 doen. Nog 1 keer elke zijde. Ja, amai. Ben dood. We hebben onze gewichtjes nog nodig. Oh. Kom aan, Maxime, die is de laatste met onze gewichtjes. Wij gaan morgen stijf zijn. En dan nog eens. Oké, dus de row. Probeer zeker goed knieën te plooien, wat voorover te hangen. Ook niet met een ballen of holle rug. Een beetje buikspieren opspannen, de core. Een beetje goed kont naar achter. En gewicht op onze hielen, dat we niet voorover vallen. 30 seconden en roeien. Ja, goed bezig. We zijn al aan de helft. Ik hoop dat jullie er ook vanaf zien. Anders ben ik hier alleen. De laatste 3, 2 en 1. Ja, nu mogen we onze gewichtjes aan de kant. Hoi. Daar ben ik blij om. Even zien. Onze schouders nog loszitten. Wat hebben we nog nodig voor de laatste 3 oefeningen? We gaan terug op onze knieën push-up doen. Indien dat jullie het thuis nog kunnen volhouden, kan je ook altijd op je benen werken. Nog even op adem komen. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? Het zijn de laatste push-ups, hè. Voor vandaag tenminste. Oké, 30 seconden werken. Ja. Probeer zeker je handen niet te dicht bij elkaar te doen. Je kan ze ook steeds iets verder zetten. Zo, dan werkt het iets beter. Maxime is alles aan het geven. Veronique is ook enorm goed bezig. De laatste push-up, kom aan. Ja. Hoi. Oké, de voorlaatste oefening is de plank tap shoulder. Dus we gaan terug in de push-up positie staan en proberen onze benen gestrekt te houden. Je kan gewoon schouders schuin tikken.
Doe maar zo traag als je wilt, want ik ben er zelf ook van aan het afzien. Veronique, ga je buik nog lukken? Oh my god, dit is echt wel heavy. Het zijn de laatste twee oefeningen. Okay. Nog eventjes alles hier krijgen. Doe zo traag of voorzichtig mogelijk als je zelf kan. Oké? Okay. Dan kunnen we terug rustig ontspannen. Laatste, voorlaatste 30 seconden. Ja. Voorzichtig. Niet te snel. Onze schouders branden hier. Wie van jullie ook? Oh, ja. Ik kan het anders ook. Ja, zo. Come on. Ja, de laatste. Oké. Voilà, even zitten. Oké, we kunnen bijna gaan neerliggen. Ça va. Nog één. Nog één keer. Ging dat nog met die gewichten bij u, Maxime? Ah, nog eentje. Hè. Het lukt wel. De plank-up. Het is niet de makkelijkste als laatste. Even diep inademen. Laatste 30 secondjes even alles geven, hè? Ja. Goed in- en uitademen. Ga maar. Deze gaan we morgen allemaal voelen, denk ik, hè? Denk het. Oh. De laatste 10 seconden. Probeer er nog twee te doen. De laatste. En... yes! Fijn gezegd. Bye-bye. Merci jullie allemaal om mee te doen. Het was een zware. Maxime, blij om nog mee te hebben gedaan. Jij bedankt voor die oefening. En Veronique, ga je deze week nog een paar keer proberen vol te houden? Elke dag. Oh, fantastisch. Beloofd. Ik hoop dat jullie er ook een beetje van hebben genoten. Probeer het nog een paar dagen te doen indien het lukt. En indien je nog meer challenges of filmpjes wilt bekijken, abonneer zeker op ons kanaal. Dikke merci. Bye. Bye.